Wij zijn Kevin en Evelien Ellen en wij zijn beide WBFF Fitness Pro. 12 jaar geleden leerden we elkaar kennen. Ik was een heel christelijk meisje, want zo ben ik opgevoed in een reformatorisch gezin. Sporten, dat mocht ik echt absoluut niet. Laat staan in een kort topje van korte broek trainen. Ik leerde Kevin kennen en wij zijn samen gaan sporten. Toen we getrouwd waren, daarna kon ik pas echt voor mezelf gaan kiezen. En die oude Evelien kon ik achter me laten en ik kon dus nieuwe Evelien ontplooien. De eerste keer dat ik op het podium stond was echt een grote overwinning. Dat geeft zo'n kick. Dat is gewoon onwijs gaaf. We hadden ondertussen ook ons dochtertje gekregen. Fulltime banen, huishouden en een familie die echt niet meewerkte. Dat was best wel lastig. Nadat Evelien de eerste keer op podium was gegaan, toen ben ik heel erg ziek geworden. Na een lange zoektocht bleek dat ik ziekte van Crohn had. En kreeg te horen dat ik de sport moest op gaan geven. Eigenlijk ook zelfs dat ik mijn werk moest opgeven. Dat ik daar de energie niet voor zou hebben, dat ik me ziek kon gaan melden. Daar hebben Evelien en ik ons niet bij neergelegd. We hadden een visie en die visie gingen we uitvoeren, rechtsom of linksom. En uiteindelijk hebben we een methode gevonden waardoor ik ondanks mijn ziekte toch het podium op ben gegaan. Ik kan toch de passie bedrijven die wij hebben. En zelfs zover dat we dat helemaal uit hebben kunnen bouwen naar ons eigen bedrijf. We hebben zelfs onze fulltime jobs ervoor op kunnen geven. En we leven nu ook gewoon echt van de sport. Dit had ik niet alleen kunnen doen, dit hebben we echt samen gedaan. En vanuit die ervaring kunnen we nu heel veel mensen kunnen helpen. En er sluiten ook steeds meer mensen bij ons aan die ook Crohn hebben, colitis, PDS, maar ook hele andere ziekteverschijnselen. Dat ze zeggen van, hey, als jij jouw ziekte kan overwinnen, misschien kan ik het ook wel. En waarop mijn antwoord altijd is, ja, we gaan het gewoon proberen. Als je echt iets wilt, ga er ook voor. En blijf gewoon vooral in jezelf geloven, maar blijf ook vooral bij jezelf. Ga je niet aanpassen voor anderen. Want meningen van anderen doen er uiteindelijk niet toe. Dus blijf altijd in jezelf geloven en blijf bij jezelf. Dan word je alleen maar krachtiger en sterker en zul je uiteindelijk heel veel succes hebben.